Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb weer breaking news voor jullie. Op dit moment, echt een paar minuten geleden dat ik, laten we zeggen, dit opnam, is er dus een, iets nieuws uitgekomen. En we hebben het al voorspeld, het is de Bouncer Trap. Zo heet hij, de Bouncer Trap. Het is een beetje een rare naam, maar zo heet hij nou eenmaal. Hij lijkt dus heel erg op wat er vroeger in zat. Dat was namelijk de Jump Pad. En hij werkt eigenlijk precies hetzelfde als toen. Nou ja, niet precies hetzelfde, hij is iets anders. Want hij is nu in een heel blokje groot. Ik heb ook wat footage. Ik ga even alle even, trouwens, ik ga even alle informatie jullie geven. Hij is één blokje groot, in plaats van dat hij 1/4 van het blokje is, want vroeger was hij dus echt 1/4 van het blokje. Daarnaast kan je er geen fall damage meer krijgen en je hebt nog verder nog wat andere dingetjes, zoals hij heeft de rarity van rare. Het is dus een trap, dus hij zit dus bij je launchpad en bij de normale trap, noem maar op. Hij dropt in stacks van 3. Dus als je er één vindt, heb je er al gelijk 3. En dat is super nice. Vind ik een hele vette toevoeging. Verder vind je hem dus in treasure chests. Je vindt hem in supply drops. En ook gewoon op de grond, volgens mij. Ja, ook gewoon op de grond. En ook in loot lava's. Natuurlijk. En dan hebben we iets heel erg opvallends. Want er staat erbij: can be placed on floors and walls. Dus je kan hem tegen een muur aandoen. En dat vind ik een beetje een apart iets. Ik heb ook nog geen footage kunnen vinden. Ik heb zelf al gezocht ernaar, maar ik heb hem nog niet kunnen vinden. Ik ga vanavond er waarschijnlijk even live streamen. Dan gaan we sowieso even kijken of we hem kunnen vinden. Maar je kan hem dus ook tegen muren opplaatsen. En waarom weet ik niet, maar ik kon er ook geen footage van vinden. Op de achtergrond zie je dus al het nieuwe footage staan van dus die Bouncer Trap. Waarom het de trap is, weet ik nog steeds niet echt. Ik verbaas me best wel om die naam. Maar en verder staat er: provides a jump boost forward or in directional. Super nice in ieder geval. Ik ben super hyped voor deze. Voor dit item. Ik heb al gezien dat je verschillende dingen ermee kan doen. Je kan ook bijvoorbeeld met een karretje. Ook daar heb ik footage van trouwens. Je kan dus met een karretje. Met een winkelwagentje. Kan je erop springen. En dan kan je daar dus mee. Word je vooruitgeschoten. Super vet. Verder werkt hij gewoon heel standaard. Niet heel erg bijzonder. Maar ik weet zeker dat je super vette en grappige dingen mee kan doen. Want je kan gewoon. Terwijl je lucht inspreekt. Kan je gewoon blijven schieten. Je kan trickshots doen. Je kan er super vette dingen mee doen. En je krijgt geen fall damage. Dus sowieso super vet dat het erin zit. Ik kan niet wachten totdat ik hem uiteindelijk vind. Ik ga dus streamen rond een uurtje of 7. Misschien iets vroeger. Misschien wat later. Ik weet het niet precies. Maar ik ga sowieso streamen. Want ik wil heel graag dit live ook met jullie gaan ontdekken. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video super tof vinden. Zoals jullie weten zijn we altijd een van de eerste. Misschien wel de eerste van Nederland met dit soort informatie. Dus drop sowieso even die like. Abonneer op de video gevraagd. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Peace out.